En dan nu het volgende. Morgen start de campagne voor de 5e editie van Turing Nationale Gedichtenwedstrijd. In het kader waarvan met het oog op morgen ieder jaar in januari een selectie van de ingezonden gedichten bespreekt en de grande finale uitzendt. De wedstrijd gaat van start met een nieuwe voorzitter van de jury, Joke van Leeuwen. Goedenavond. Goedenavond. U treedt daarmee in de voetsporen van Gerrit Komrij en Ramzi Nasser. Hoe is dat? Dat is prima om in die voetsporen te treden. Maakt u dat trots? Ja, we zijn collega's. Maar ja. Nou ja, die ene is er niet meer helaas. Maar nee. Ramzi Nasser was ook, voordat ik het was, stadsdichter in Antwerpen. Ja, ja. Dus het is niet voor het eerst. Die sporen, die ken ik wel. Ja. U bent bij het grote publiek vooral bekend als kinderboekenschrijfster. Maar welke plaats neemt poëzie in voor u, in uw werk? Ik doe verschillende dingen. Ik schrijf en teken kinderboeken, ik schrijf poëzie en ik schrijf romans. En ik doe dat om en om. Ik doe het niet allemaal tegelijk. Nee. Nu ben ik bezig aan een roman te denken. Ik kan ook een hele tijd alleen maar met poëzie bezig zijn. En dan weer eens een kinderboek. Ja, oh ja. Zo doe ik dat. Heeft u zelf wel eens een gedicht ingezonden voor de Turing gedichtenwedstrijd? Nee, dat heb ik niet gedaan. Waarom maar, niet? Dat had ik misschien wel moeten doen, want het is een fantastische prijs waar je 10.000 euro mee kan verdienen als je het mooiste gedicht volgens de jury hebt geschreven. Ja. Maar ik heb het niet gedaan, nee. Nee, dat, want die 10.000 euro, dat verleidt elk jaar weer toch gerenommeerde dichters. Dichters hebben het meestal niet ruim om een poging te wagen om die prijs te winnen. Ja, ik weet zelf niet wie allemaal inzendt, maar het schijnt dat daar ook gerenommeerde dichters tussen zitten. Nee, ja, dat... ik begrijp dat ook wel, want het is een verder inderdaad een weinig lucratieve, maar wel prachtige bezigheid. Ja, en de inzendingen worden ook anoniem gehouden. Dat vind ik altijd wel een mooi aspect van deze wedstrijd. Kan ja, niet, dat is ook spannend voor die gerenommeerde, denk ik. Ja. Ja. Ziet u er naar uit om straks die enorme stapel poëzie te moeten beoordelen? Nou, het schijnt dat er meer dan 10.000 wel komen. En die hoeven niet allemaal te lezen als jury. Dus er is een voorselectie. En daarna zie ik er wel naar uit, omdat mijn ervaring met poëziejuries is dat je dan toch met elkaar heel boeiende gesprekken krijgt. En de een tegen de ander zegt, ja, maar let eens daarop. Of waarom vind je dit, waarom vind je dat? Het is voor ons ook heel boeiend. Ja, het zijn er inderdaad omstreeks 10.000. Maar het is in de loop van de 3 jaar dat wij dat nu doen, uitzenden, steeds iets minder geworden. En ik heb gehoord dat Turing dit jaar weer hoopt meer inzenders te krijgen. Vooral Vlamingen en jongeren. Dat lijkt me een goed idee. Ja. Ik zelf in Vlaanderen wonend hoop ik dat veel Vlamingen ook meedoen. En ik hoop ook dat veel jongeren meedoen. Want er is geen enkele reden om niet mee te doen als je daarmee bezig bent. Nee, er is geen reden om niet mee te doen. Maar dat is waarschijnlijk vooral ook een reden om wel mee te doen. Zo is dat. Ik geef u nu de gelegenheid om een oproep te doen aan Vlamingen en jongeren en anderen om gedichten in te zenden. Ja, beste Nederlanders, Vlamingen, jongeren, ouderen. Tot 15 november middernacht kunnen jullie een gedicht insturen. Wie uitverkoren wordt, krijgt 10.000 euro. De eerste, tweede en de derde prijs. Die gedichten, moet ik zeggen, worden in de gids gepubliceerd. De 100 mooiste gedichten komen in een bundel van uitgeverij van Gennep. De 1000 die eruit gekomen worden krijgen een persoonlijke beoordeling. Kortom, dit is een heel bijzondere en unieke gedichtenwedstrijd van de Turing Foundation die dit allemaal mogelijk maakt. Ja, en voegt u er nog even aan toe waarom het zo bevredigend of mooi of goed voor jezelf is om poëzie te schrijven? Ik denk dat dit een heel stimulerende wedstrijd is om je inderdaad de poëzie te laten schrijven. En ik denk dat poëzie is gewoon om... Het is niet denkbaar dat we zonder poëzie zouden bestaan. Heel veel mensen hebben daar nog allerlei merkwaardige clichés over. Maar het is, er kan zoveel de muziek het in weinig woorden kunnen zeggen. Ja, waar het op staat. Okay. Prachtige taal. Je kunt er van alles en nog wat mee. Dan nu nog het praktische deel. Gedichten insturen kan via de website www.turinggedichtenwedstrijd.nl. U heeft de tijd tot 15 november met de kans op 10.000 euro. En bespreking hierin met het oog op morgen. Ik noem nog even de website www.turinggedichtenwedstrijd.nl. Tot 15 november. Joke van Leeuwen, dank en veel succes. Dank u wel.
Dit was Met het oog op morgen. Morgen presenteert Eva Jinek. Zometeen de echte Jan Janssens. En ik eindig natuurlijk met een gedicht van Joke van Leeuwen. Vel. Wat trager toch en moeilijker getekend dan geschreven. Kilometers krentenbollen. Massa's met behoeften. Warme Macedwaan. Kus van nog zo net. Bijvoorbeeld. Enzovoort. Teken een muur. Het is erachter. Trek een rivier. Het veer mag varen. Teken een streep. Herken de verte. Wit papier is winter. Gute Nacht, Freunde. Es wird Zeit für mich zu gehen. Was ich noch zu sagen hätte, dauert eine Zigarette und ein letztes Glas im Stehen. Dit is Radio 1.